Welkom naar jullie kijk naar weer Glutinaire Carrière Mode 2 met Almere City. De vorige keer hadden we met, ik weet niet hoeveel we hebben gewonnen. Dat kan ik even kijken. We hebben gewonnen met 5-0. Daarna gaan we wedstrijd tegen Mieren spelen. Nee, tegen Amanda door. En ja, en daarna tegen Town. Dat was het, twee wedstrijden. Laten we gaan beginnen. Ik ben 99, de hoogste van het team. Zo, dan moest ik even wat doen. Laten we gaan beginnen in, ik weet niet welke club dit is. Dus we hopen op een fraaie pot voetbal straks hier in het imposante Estadio da Luz. Benfica. In Lissabon. Welkom, beste mensen. En fijn dat u kijkt. Zoals u gewend bent, komt het commentaar weer van Jeroen Gruter en Siert de Vos. En vandaag zijn we aanwezig bij de tweede groepswedstrijd van dit voorseizoentoernooi. Hopelijk levert dat mooie beelden op. Beide ploegen kijken al met één oog naar de knock-out fase. Dan kunnen ze hier wel drie punten gebruiken natuurlijk. Het mag dan pas het voorseizoen zijn. Maar laten we niet vergeten dat er een prijs te winnen valt. Hè? En dat zou een mooie opsteker zijn. En hij komt eruit met de bal. Hij raakt de bal weer kwijt tijdens die uitbraak. Hij pakt die bal. Komt dat schot? Die bal gaat er bijna in. Ja, misschien dat hij iets minder hard had moeten schieten. In deze formatie verschijnen de spelers zo dadelijk aan de aftrap. Oh, een kans om te schieten. Goeie ingreep, maar het gevaar is nog niet weg. In de baan van het schot. Geconstateerd werden, geconstateerd. Jeroen, als je kijkt naar de kwaliteiten van deze speler, wat verwacht je dan van hem? Het was prijsschieten in het vorige duel voor deze speler. Bal na bal vloog erin. Ongekend. Laat zijn tegenstander stofhappen. Hier moet de kans uitkomen. En weg is die kans. Oh, van die situatie weet hij gewoon niet te profiteren. Ah, kijk. Als je 1 tegen 1 met de keeper komt, dan moet je gewoon koelbloedig zijn. En dan de bal kwijt. Hij schudt zijn directe tegenstander af. Goede ingreep van de keeper. Ja, gelukkig staat de doelman hier goed op te letten. Want anders had de eerste bal al in het net gelegen. De aanvaller is er vandoor. Hij weet hem niet te dekken. Hier moet de voorsprong komen. Ah.
ik hoop dat wij de penalties nemen. Het begint op een aanval te lijken. Ja, goed hoor. Snel druk gezet. En daar gaat hij voor de uitbraak. Op de brommer lijkt het wel. Let's go. En ze scoren. Ze maken het openingsdoelpunt. En maakt hem mooi af hoor. Net niet de lat geraakt. Prachtige bal. Het had niet veel gescheeld of hij had het aluminium nog geraakt. En natuurlijk is de trainer helemaal in zijn mopjes met deze treffer. Ik vraag me af of hij nog wijzigingen in gedachten heeft. De score is geopend. Het is 1-0. Yes. Zo pakt hij flink wat meters met de bal. Nee, zo niet. Die aanval krijgt geen vervolg. Bal ingeleverd bij de tegenstander. Ik hoop dat we met Almere de Champions League kunnen ingaan. Sowieso gaan we de Champions League in volgend jaar. Ja, weer een doelpunt. Koekoek. Nou, dat is wel heel kort achter elkaar. Niets aan te merken op deze treffer. Werkelijk onberispelijk gedaan. Hij was er opeens vandoor. En de verdediging had niet echt een antwoord. Het gaat om die individuele actie. Heel mooi. En dat bekroont hij dan met een doelpunt. Verspeelt hij de bal? Ze overwegen hun opties in de opbouw. Hij gaat het proberen. Hij houdt de bal er knap uit. De bal komt voor het doel. En de hoekschop wordt weggewerkt. De scheidsrechter fluit voor een vrije trap. Een gevaarlijke positie. Hij schiet op doel. Boom! Ah. De lat. En weer in het veld. Hij leek even de bal kwijt te raken. Hij viel bijna, maar hij gaat verder. Dat was bijna. Ze hijgen hem in de nek. Hij pakt de bal en begint aan uitbraak. En hij redt hem. Hij ging alleen op het doel af. Ik dacht dat hij zou zitten. En hij komt eruit met de bal. Ja. Kans nog niet bekeken. En hij maakt gewoon zijn derde. Oh, wat een geweldenaar is dit toch. Wat is dit een goal? Wat is dit voor goal? Stoppen. Niemand weet hem vandaag uit te schakelen. Ja, loop maar door hoor. Loop maar door. Daar is het doel. Daar is de lijn. Loop hem er maar overheen. Ja, dit is toch ongelooflijk. Hoe vaak zien we dit nou? Het is een kans die absoluut niet te missen is. Door niemand. Ze zijn erg sterk uit de startblokken gekomen. En hebben in de eerste helft deze voorsprong opgebouwd. Wie roept deze dribbel een halt toe? Nee, de tegenstander komt toch in balbezit. Hoe gaat de scheidsrechter dit oplossen? Op
tijd geanticipeerd om het gevaar te neutraliseren. Een grote kans hoor. De doelman heeft een duik nodig om te redden. In het midden van de 16. Nee, er zit iemand tussen. Lekker opstomen met de bal. Wie houdt hem tegen? De keeper strekt zich en tikt de bal naast. Fantastisch. Eigen helft heroverd. Dat was een overtreding. Ja, maar hij geeft het voordeel. Maar alsnog wordt het spel stilgelegd, omdat het voordeel geen voordeel bleek. We gaan 2 minuten blessuretijd spelen en dan wordt er afgefloten. Oh, als hij zo gaat dribbelen, dan moet je uitkijken hoor. De scheidsrechter fluit en maakt zo een einde het aan deze eerste rust. Helft, waarin er maar één ploeg is die aanspraak lijkt te maken op een zege hier vandaag. Ik zat helemaal in me. Sorry dat ik net niet praat, want ik zat zo dicht bij die goal. Ik ga meer praten nu. Wedstrijd hervatten. We zijn klaar met de rust. Ik trap af. De scheidsrechter fluit. De tweede helft is begonnen. Ian richting goal. Ian richting goal, goal, goal. Hij moet scoren. Maakt een mooie onderschepping bij die paas. Komt er het doelpunt aan? Mooi gered zeg! Oh, schitterend. Normaal gesproken gaat zo'n bal er toch in. Ik wil even proberen. Er is nog nooit iemand gelukt om... Om een oogschapje in te doen. Dat wordt gewoon een doeltrap. Ah. Er is bekendgemaakt dat Manchester United inderdaad actief is geweest op de transfermarkt. Ze hebben een speler aangekocht. Nou, ik verwacht dat ze een goede koop aan hem hebben hoor. Volgens mij past deze speler perfect bij deze club. Ze werken hem weg. Deze ploeg blijft massaal achter de bal. De tegenstander... moet iets verzinnen en nu heeft hij de ruimte om over te steken. Raak! En zo blijven ze uitlopen. Wat gebeurt hier toch allemaal? Ze staan inmiddels 4 treffers voor. Let's go. Het begint natuurlijk allemaal met... Let's go, wat een prachtige goal. Niets op af te dingen. Wat een mooie actie van die speler. Hij creëert eigenlijk zelf de kans met die uitbraak. Voor de verdedigers geen kans om hem af te stoppen. En dan scoort hij uiteindelijk. Hij is de bal kwijt. Hij krijgt bijna geen tijd. Ah, bijna. Mooie positie om de bal te heroveren. Schotkans van dichtbij. Goed gepakt door de keeper. Die bal wordt weggewerkt. De keeper brengt knappe redding en tikt de bal weg. Ah. Bijna. Ja, dit zijn bijna. Mensen, bijna. Het is een onwaarschijnlijke rommel daar achterin. Als dit zo yes. Nou, dan denk ik dat ze vol schaamte... Ik denk dat we het eind van 6-0. Ze hebben dat denk ik. Nu het team aan te passen. Ze kunnen toch niet winnen van ons. Niet meer in balbezit na die Almere City gaat gewoon
eerste worden. Ik denk dat dit niet helemaal de bedoeling was. Almere City. Verder druk door de tegenstander. Ja, ik weet het niet. Balbezit naar de tegenstander. Let's go. Er komt iemand helpen. Hij werkt de bal weg. Wacht even, mensen. Met een prachtige verdedigende actie neutraliseert hij die aanval. Hij pakt de bal en begint aan uitbraak. Schot geblokkeerd. Corner nemen. Beide coaches besluiten spelers te wisselen. Hoekschop komt midden in de 16 terecht. Gestrapt. En de tegenstander nu met het balbezit. De kans nu uithalen. Let's go. En nog een goal. Ze maken gewoon gehakt van deze tegenstander. En het is niet eens woensdag. Je zou haast medelijden krijgen. Nog steeds aan het dribbelen op weg naar het doel. Ja! En een redding! Voor het doel gebracht. Ja, vroeg druk zetten wordt hier beloond. Weet je wat het is? De zuiverheid in de afronding ontbreekt. Er is een wissel in voorbereiding. Ja. Een medespeler helpt hem. Daar is het schot. Bal weer tegengehouden, maar het gaat. Let's go. En die bal gaat erin. 6-0. Ik denk dat we gaan hoog inschatten. Het wordt 8-0. Hij is zo zelfverzekerd aan de bal. Hij besloot zijn man te omspelen en zie eens wat het oplevert. Ja, hij heeft een formidabele techniek. En dat laat hij zien ook. De trainer is uiterst tevreden over wat hij tot dusver heeft gezien van zijn ploeg. Ze zijn herenmeester op het veld. De aftrap wordt genomen en het staat ondertussen 6-0. Daar is ruimte op de vleugel. Dit moet ja. Een doelpunt worden. Oh, en ook die zit. Jongens, ze blijven maar scoren. Ik maak er nu 10 ja, van. Nou ja, na 90 minuten ga ik naar huis. We beginnen aan de laatste 10 minuten van de wedstrijd. Hier moet de kans uitkomen. Ja, yeah, let's go. Wat een mooi doelpunt is dat. De keeper raakte de bal nog aan. 10-0 ja, wordt het bijna. Te voorkomen, zie je het? Met dit doelpunt wordt het verschil nog groter en is de wedstrijd wel gespeeld. Oh, wat een kans. Wat een heerlijke redding van die doelman. Nee, nee. Een op één situatie en hij redt. Ik dacht eigenlijk dat het een doelpunt zou worden. Goed geblokkeerd. In de eigen 16 afgepakt. Kijk eens, bezig aan een fraaie dribbel richting goal. Almere. Schieten. Misschien. Oeh, ik zit in twijfel of ik 9-0 zou, 10-0 zou inschatten. Van uitluchten. Ja, die moet erin. Fenomenaal gepakt, die bal. Er gaat vers bloed ingebracht worden. Ze zetten veel druk op de bal.
Nog maar 2 minuten reguliere speeltijd. Ik denk eindstand 9-0. Nou, dit moet je maar durven. Eindstand 9-0. Je zou een counteraanval kunnen aankomen. Geen 10-0. Want het is een beetje te riskant. Maar 9-0 wordt de eindstand. Nee, 8-0. Ja, 8-0 wordt de eindstand. En dat was het dan weer voor vandaag. De bezoekers winnen de wedstrijd. Let's go, wedstrijd 1 gewonnen. Door naar wedstrijd 2. En de laatste groepsfase van de Champions Trophy. Wacht even mensen. We komen bijna bij ons geld. We hebben 9901, dus we gaan even geld even lekker flink uitgeven. We kopen een elektrische auto. We kopen bouw een zwembad in je huis. Bouw een sauna. Is straks uit of thuis. Tegen je visier totaal tegen PSV. Wedstrijddag. We gaan niet in de in dingen voetballen. Ik wil gewoon goed. Wedstrijd. Mensen, wacht even. Ik ga dit in de volgende video doen. En dan kunnen we ook PSV uitzenden. Gaan we PSV spelen. En dan gaan we 3 of 4 keer gaan we wedstrijd spelen. Ik zie jullie zometeen weer terug. Laters.